het bezoekersvak is volgelopen met Antwerp fans. 17.000 mensen. Nog even, Gert, de ploegen van Vloeten. Fysiek vermogen. Aan de Lakait. Eerste keer, goede bal in de box. Oh, McKenzie ernaast. Hier al Balikwisha. Dit is een kans, maar hij doet het slapjes. Even een aarzeling achterin bij Racing Genk. Recuperatie Avila. Opeens deze keer het omgekeerde. En daar is Balikwisha weer. Daar is de voorzet. Weer weggekopt McKenzie. Oh, vergelopen. Enkele kap met de check. Body check. Ja, Munoz stopt niet het sprintje dat nodig was om daar weer mee dicht bij Eikelenkamp te zijn. Kerk, veel volk van Genk rond hem, dus even Jansen dan. Zoekt zijn linker. Zo hebben we een eerste pogingje met een... Hier is Balikwisha. Jansen kan overnemen. Ja, ja, dat is toch al de eerste keer dat er... Echter nu Vincent Jansen voor het eerst bereikt daar voor de 16. Nou, begon wat te gemakkelijk, de manier hoe Avila aan de bal mocht komen van Peensel. En dan kom je daar in de problemen natuurlijk. Balikwisha die Jansen vindt op de rand van de 16. Dat heeft hij ook al beter gedaan, Vincent Jansen. Zoals hij... Munoz Peens. Nu ruimte voor een voorzet. Redelijk slordig. Tolu. Ja, hij wilde het met de buitenkant van de voeten in plaats van met links te knallen. Draaien en trappen. Dat moet je inderdaad. Nee, afleggen ook niet goed van Tolu. Pacho komt eruit. Had hem ook moeten spelen naar Vermeer in plaats van weer in de drukte te draaien. Peensel was goed meegeven met El Kanous. En dit is de kans voor Tolu. En daar is de goal. Daar doet hij het dan toch 1-0. Voor Racing Genk na 45 minuten. En Racing Genk hijst zich nu virtueel aan kop van het klassement. Begon bij Tolu, waar hij het niet goed doet. Maar Genk kwam terug in balbezit. En El Kanous doet het wel heel goed natuurlijk. Ook nog dat overzicht bij die laatste paas is geweldig, is grote klasse van hem. En ja, Peter, een slechte eerste helft of niet? Dit is wel heel goed afgewerkt. Ja, ja. En waar is de tegenstander van Tolu? Door iedereen uit het oog verloren. Ja, Bataille was al de meest meegeschoven man. Die moest al helemaal naar binnen, want de rest had moeten uitwijken naar die open. De vrije trap met Avila. Alderweireld kan alleen maar schampen. Het rustsignaal van Nathan Verbomen. Racing Genk leidt met 1-0. Hij heeft het voor elkaar. Rosowski, niet de makkelijkste bal voor Munoz, maar nog goed. Meegeven met El Kanous. Nu met links uithalen, El Kanous. Een simpele bal voor Buté. Weer een balletje, Bataille. Hier is Kerk met de kans. En de goal, het is gelijkmaker voor Antwerp. Giraro Kerk doet het. Antwerp weer op één doelpunt van de titel. Net als in de competitiewedstrijd hier toen hij de winning goal maakte. Aan de binnenkant schoof. En voor de neus komt Megers hier, de binnenkant van Arteaga. Dat is een belangrijke. Daarmee deelt hij de assist uit. En via Cuesta, denk ik. Via Cuesta. En door het benen van de Voort. Kijk. Nee, daarnaast. Nee. Over hem. Daardoor. Door die aanraking. Ja. Een klein beetje de bal gelift. Hier gaan we dat zien. Deze toets zorgt dat hij over van de Voort gaat. Straf. Maar goed, wel 1-1. En voor de strijd om de titel is dat natuurlijk van levensbelang. De spanning stijgt nog een beetje. Meer met een goed balletje. Munoz en Peensel. De marges zijn klein. Daar is Munoz. En Tolu. Een minder goede, maar ook moeilijker afwerking dan bij de 1-0. Eckelenkamp die bal. Ja, uitstekende bal van Bataille. Kerk voor de goal, Jansen is daar. Eckelenkamp kapt zich vrij en doet het te zacht. En zelf in de handen van Van der Voort. Heine met Peensel. En Tolu en het werk van Buté. Heeft hij hem geraakt? Nee, zegt Van der Voort, zegt Verbomen. Tenminste niet als laatste. Acho weer op avontuur en kwijt. Ja, te zacht. Alderweireld. Brengt redding. Ja,
Die dacht, ik ga van de voort vanaf wel heel erg grote afstand lobben. Anders zei dit ja. Snel voor de goal. De bal van Trezor. Erover gekopt door Cuesta. En appel voor een overtreding. Molequisha in de rug even. Peinzel, niks aan de hand. Gedoken, zegt Verboom. Over het been van Avila. Hij gaat verhaal al. Spurt achter de scheidsrechter aan. Opletten voor geel. De haak van dan. Avila, al dan niet. Geel is alvast een deel. Hier gaan we het bekijken. Peinzel kapt zich vrij. Nou, ze raken elkaar wel. En dan moet je oordelen of dat echt een bewuste fout is of niet. Ja, mooi van Peinzel. Meegeven met Munoz. Voorzet is ver. Trezor klimt. En nu Heine. De goal van Heine. Het is 2-1 opnieuw voor Racing Genk. Op een dik kwartier van het einde. Racing Genk opnieuw op voorsprong. Uitgerekend Brian Heine, de captain. Goeie goal. Mooie actie van Peinzel. De voorzet hoog. Maar de sprongkracht van Trezor, indrukwekkend moet ik zeggen. Heine duwt hem binnen. Tolu, goed dat hij hem laat voor Heine. Had het hier wel gezien dat hij het niet zelf moest proberen. Wilde nog wel. Het begon bij Peinzel. Achter Steunbeen. Mooie dribbel. Klaarleggen voor Munoz. En hier. Van Tijd niet meegesprongen. Positie. Maar dat gaat ook niet lang meer duren. Preciado is klaar om in te vallen. Aanval van Antwerpen. Balikwisha, vijf mensen in de box. Daar is de voorzet. Alderweireld kopt zwaar. Niet gekadreerd. Avila, goed geanticipeerd. Goed meegeven met Balikwisha. Balikwisha, Jansen, nee. Toch een kans voor die geweldige linker van Vincent Jansen. Vergelijkbaar met die eerste toen. Terug in de pas ingevallen Sian Homma van Club Next. Scoort voor Club Brugge en maakt het misschien een drama voor Union. Zo kort voor tijd is het 1-1. En is Genk op dit moment kampioen. En luister toch maar een keer wat dat hier teweeg brengt in de CGK Arena. Wat een dramatische ontknoping. Helemaal aan het einde nog. Geen tijd om te verpozen. Avila gooit een hoge bal. Wie kan erbij? Bataille maakt zich vrij. Alderweireld trapt. En scoort! Oh, Alderweireld scoort! Uitgerekend Toby Alderweireld. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is die bal met een verwoestende kracht. Het is het moment en het is de manier waarop. Wat een vlam. En je zag het op het moment dat hij vertrekt, maar ook nog ja, op een bepaalde manier toch gecontroleerd genoeg. Geen wilde trap, nee. Echt gecontroleerd, maar staalhard in het dak. Goed van Bataille ook. Ook hij niet wild. Blijven kijken, weten waar Alderweireld stond, afleggen en binnen. Wat een goal. En straks nog maar eens in beeld brengen. De reactie op de bank van Antwerpen. Van Bommel. De snelste sprint uit zijn carrière. Ja, ondertussen is Balikwisha verdwenen. Met twee keer geel. Heb ik gemist. Dus Antwerpen met een man minder. Einde van de wedstrijd. Antwerpen is kampioen. Van Bommel. Kijk hem eens springen. Kampioen 2-2, 4 minuten in de toegevoegde tijd is het doek gevallen. De mensen van Genk kunnen het niet geloven. Zo dichterbij, het leek helemaal hun richting uit te gaan met de goal van Heine. Maar de andere aanvoerder antwoordde met het schot van zijn leven.